Een echte gereedschapskist. En er zit van alles en nog wat in. Van messen tot een plankje. Zodat als je dingen gaat snijden, dat je dan niet in je vingers snijdt. Vaccinelichthoudertjes. Ik zie alweer allerlei kruiden tevoorschijn komen. Ondertussen is het gehakt al een beetje fijn gestampt. Daar wordt mijn partij Tabasco overheen geflikkerd. Wordt het pittig? Ja, het moet een beetje heet zijn met die bounty, want die kokos is een beetje zoet. En je moet wel zo'n soort, volgens mij, een bom krijgen. Een soort terroristische smaakbom. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het heel erg tof. En Pierre die staat nu ondertussen met een plastic zak. Kom, schrijf jij. Jij ziet het beter. Ja, hij heeft een plastic zak om het gehakt gedaan. En hij loopt nu op het gehakt te rossen. Dus het gehakt wordt nu heel fijn gestampt eigenlijk. Je kan ondertussen thuis meekijken op TV 538. Ja, ik weet niet of het lekker wordt, maar ik heb ook een beetje azijn bij me. Om dat zoet... Maar het moet wel lekker worden, hè? Ja, het wordt echt lekker. Een beetje zoet erbij. Dus. Azijn gaat nu over het gehakt. Dat is een beste hoeveelheid azijn ook. Ik ben heel benieuwd hoe dit zo meteen gaat smaken. Nu al. En nu gaat de bounty erbij. Maar echt letterlijk de chocoladereep bij gehakt. Ik vind het een opvallende. Ik loop heel even die kant op, hoor. Ja, loop jij lekker die kant op. Er gaat nu de tweede bounty. Hè. Zo'n bounty bestaat natuurlijk uit twee van die kleine dingen. Die gaan er nu allebei op het gehakt. Er wordt nog een verpakking opengerukt. Ook die chocola gaat daarop. Ik vind wel, dat vind ik zo mooi aan Pierre, weet je wel. Die komt niet met, we gaan een gegratineerde dit. Nee, joh, niks. Bounty en gehakt, dat gaan we doen vandaag. Rock'n'roll. Ja, rock'n'roll, man. Nou goed, Pierre, ga jij even lekker een beetje het gerecht prepareren. Dan gaan we zo meteen kijken hoe dat vordert. We houden het gewoon in de gaten. Om de zoveel minuten komen we even bij je terug. En dan nu eventjes, geld verdienen. Hey, ik haal even koffie. Wil jij stil is? Wat is er dan? Hoor je hem? Dat is een Nee? Een pimpelmees. Volgens mij heeft hij honger. Huh? Doe mij maar een cappuccino. Kun jij ook heel goed luisteren? Take control. Word luchtverkeersleider. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl. A State of Trance with Armin van Buuren. Deze week in de State of Trance de wereldprimeur van mijn remix voor de nieuwe Cruella-single Enjoy the Ride. Ook hoor je mijn track samen met Andrew Rayel, de nieuwe Alex Morph, een Rank 1 met Dennis Shepard en een classic van niemand minder dan Orjen Nielsen. A State of Trance. Iedere vrijdagavond vanaf 11 uur. 538. Kun jij ook heel goed luisteren? Take control. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl. Het nieuwe Overtoom is Manutan. Dat is best even wennen. Maar Bob de Haan, onze change manager, heeft een makkelijke oefening bedacht om je daarbij te helpen. Doe je mee? Daar komt-ie. Overtoom, Overtom, Overtan, Manutoom, Manutom, Manutan. Ontdek op manutan.nl wat deze nieuwe naam voor jouw bedrijf kan betekenen. Het nieuwe Overtoom is Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en werkplaats. And the winner is... Radio 538 is genomineerd voor beste radiostation ter wereld bij de International Dance Music Awards in Miami. En die prijs willen we graag winnen. Help jij ons aan de award voor beste radiostation wereldwijd? Ga naar 538.nl en laat je stem horen. Bij Dela geloven we dat we er zijn voor elkaar. Download het lied Alles voor een ander en steun daarmee een goed doel. Ga naar delavoorelkaar.nl. De 2020 Experience World Tour. Hello world. Komt naar Nederland. Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Justin Timberlake, 18 april, Gelredome. As long as I got my suit and tie, by the end of this song. Deze week is Justin Timberlake Week. On the radio. Luister naar 538. Hoor zijn hits. En score de tickets. It's all right here, baby. Radio 538. Betrouwbaar en voordelig. APK bij de Renault dealer voor maar 29 euro. En wilt u gratis APK? Word dan lid van MyRenault+. Voor 39,95 profiteert u dan tevens van gratis zomer- en wintercheck, gratis pechhulp in Nederland, gratis vloeistoffen bijvullen, gratis lampen vervangen, gratis ruitenreparatie. Maak nu een afspraak op Renault.nl. Justin Timberlake, de 2020 Experience World Tour. Op 18 april in Gelredome Arnhem en 28 april in Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten zijn nu verkrijgbaar via Ticketmaster.nl. Powered by Radio 538. Wat zullen we eens doen dit voorjaar? De trap schilderen, plintjes leggen, een nieuwe douchecabine en eindelijk die inbouwkast. Dan gaan we nu naar Praxis, want daar krijg je 20% korting op alles. Dus we gaan alles doen? Yes, met 20% korting op je totale kassabon. Alleen deze vrijdag en zaterdag bij Praxis. Ja, wat is dit, Pierre? Ja, nee, moet je even... Oké, een beetje op mijn hand.
Oké, dus ik krijg nou van onze kok Pierre Wint, die hier bij ons in de studio is, krijg ik een... Ja, je moet het maar eens proeven. Ik snap niet wat het is. Het lijkt een beetje op... Het ziet er eigenlijk uit als tabak, heel eerlijk. Dat zou zo. Oh, sorry, je microfoon. Het is gerookt. Ja, het is gerookt. Is het iets met shave hier of zo? Ja, goed. Ja, ja, hè? Ja, je gaat door naar de koelkast. Pierre, wat hebben ze gewonnen? Nou, nee, maar dit is blijkbaar zeg maar een zeekraal. Okay. En dan gerookt en dan in een potje gedaan. Dat is gewoon echt. En als je ruikt ook, dus als je even haai wil worden, moet je even gewoon. Oh, maar, zo lekker dit. Hoe zou ik deze smaak kunnen omschrijven? Het is heel zout. Ja, zout en lijkt op tabak. Maar je proeft al of je in een soort koe bent in de weide bent. En dit kan je dus op salades, op je sausen, is dat echt top. Mm. Eventjes, terwijl we ondertussen, want Pierre is dus bezig. Die is hier een Bounty gehaktstaaf aan het maken. En dan denk je, Bounty? Ja, echt letterlijk. Gewoon met chocola en kokos. Ja, je moet het ziet er wel, het ruikt lekker en het ziet er goed uit. En hoe het eruit ziet, dat kun je even checken via TV538. Zullen we even doorgaan met de administratie? Ja, maar waar iedere andere kok had gedacht, nou, van een chocoladereep en gehakt, daar kan ik niks maken. Vind ik toch wel echt prop voor Pierre, hoor. Het wordt wel lekker ook. Naar het 538 weerbericht. Vanavond trekt de regen weg en wordt het droger. Langs de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht is het bewolkt en het koelt af naar een graad of 3. Dan morgen ook bewolkt en vooral in de middag valt er wat regen. Het wordt ongeveer 3 graden ook. Oké. Okay. Met zometeen meer met Pierre Wint. De avondvloer. 102 FM. Klaar voor de start, zet je radio hard. Lid van je werk of nog steeds op pad. Van 9 uur 's avonds tot middernacht. Het is de avondploeg op 538. Daniel, maar Ivo ook. Maken een radioshow van het hoogste niveau. De een is knap en de ander nog knapper. En ze ruiken ook lekker, zal ik jou verklappen. Vlug met de vingers en rap van tong. Vragen alles wat je weten wil zonder pardon. Zijn een tikkeltje brutaal met een grote mond. Ga Martin Gaals on je ass als de showbiz hond. De allergrootste sterren staan te dringen om een plek. Maar ook jong talent wordt hier ontdekt. Actualiteiten, films, games en seks. Dit is de avondploeg en het wordt te gek. En nog steeds is hij bij ons in de studio, topkok Pierre Wint! Pierre, jij hebt besloten om een heel apart gerecht te maken, wat je zelf ook nog nooit gemaakt hebt. Nee, ik dacht een beetje leuk om even te rock'n'rollen, weet je. Gewoon, ik dacht, nou, we pakken Bounty en gehakt en we gaan dat maken. Alleen, je hebt een probleempje. Oh. Je hebt ziet er heel mooi uit. Je hebt een heel mooi elektrisch pitje gekocht, volgens mij bij de Action. Maar ja. Is hij al kapot? Nou ja, hij doet het volgens mij niet. Nou, echt waar? Het komt echt, als ik op ga zitten, heb ik nog geen brandpil of zo. Nou, hoe kan dat? We hebben ook nog de keuken hier, 20 meter verderop. Als hij nog even een klein laatste stukje nodig heeft, dan kunnen we daar zo ook nog wel even... Nou, jij bent natuurlijk culinair onderlegd. Jij dacht natuurlijk langzaam garen. Is het lekker? Ja, dat dacht ik, ja. Maar jij wil gewoon een hele hete pan. Ja, maar wat heb je er nou nog meer bij gedaan allemaal? Nou, wat paprikaatjes, wat uien allemaal. Maar vooral wat leuk is, je denkt chocola en gehakt. Maar ja, in Mexico doen ze moord voor... niet alleen voor drugs, maar ook voor gehakt en nee, voor die beesten die ook zo leuken. Hoe konijnen. Heet die? Konijnen. Ja. Konijnen met chocola. Is dat echt een gerecht? Ja, daar heb je chocoladesaus voor een hoofdgerecht in potjes zelfs. Die je gewoon kant-en-klaar kan kopen. Dus het is echt normaal. En dat vind je dan over de konijn heen? Ja, ja, alleen de Bounty met gehakt, dat is nog niet normaal. Dat is nog niet eerder gedaan. Maar nee, dat gaan wij nu experimenteren. Ja, ik ben heel benieuwd hoor. Maar jullie gaan echt zeggen eerlijk, het is middeltaal of niet? Hè? Sowieso. Nou, moet je zeggen dat ik ben normaal niet de makkelijkste eter. Maar ik heb hier wel een goed gevoel bij. Ja, nee, dit gaat echt goed komen als de pitcher doet. Oké, en Pierre, hoe is het even gewoon de human interest? Hoe is het verder met jou? Nou, ik ben echt mega druk, maar ik ben wel met iets leuks bezig. Dat is namelijk, volgende week was dat, is ikpas.nl. Dat is, je hebt die acties van 30, 40 dagen geen seks. En nu gaan we doen 30, 40 dagen geen alcohol. Iedereen mag uitdaging. Dus gewoon kijken of je 40 dagen zonder alcohol kan. En jij gaat ook meedoen? Ja, ik doe mijn hele leven al mee, want ik ja. Jij drinkt sowieso niet. Nee. Dus vanaf volgende week kan je opgeven om een maand lang geen alcohol te drinken. Ja. Om eens te kijken of je dat volhoudt. Ja, gewoon ook om natuurlijk met al dat gedoe, met dat niks en zo allemaal. Dat is ook enorm in de media op dat moment. Maar ook niet ook in de supermarkt. Want vandaag was er weer een krantartikel dat een moeder met twee dochters geen fles wijn mee kreeg. Ja, ik heb het ook gezien, ja. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat even geen alcohol wel misschien goed voor je lichaam is en voor je geest. Nou ja, en als je dan geen alcohol drinkt, dan is het misschien leuk om iets anders te doen. En dan heb jij natuurlijk de happy drinks. Ja, en ik ga ook hun coachen en zo allemaal, weet je. Dat is dus mega druk ermee. En ik heb weer gekke dingen in mijn kop, jongen. Oh, soms dan die drankjes, dan word ik wakker. En dan heb ik geen nachtmerrie, maar komt er een nieuw drankje in mijn hoofd. Is dat zo? Wat was het meest recente drankje wat
wat je hebt gedroomd? Ja, nou, ik heb nou iets. Ik zit in modus van zeewater. Zeewater, leg uit. Ja, dat is een fase. Ja, je kan in zeewater koken, broccoli en zo, dat is al helemaal hip. Maar ik wil ook een drankje met zeewater. De Romeinen deden dat al. Een drankje met zeewater? Ja, dat lijkt me heel erg lekker. Maar dat is toch veel te zout? Nee, maar dan moeten we iets verzinnen. Gewoon de nieuwjaarsduik in een glas. Dat lijkt me kikker. Dat zie je helemaal voor me. De nieuwjaarsduik in een glas. Ja, maar als je zeg maar, dat ze bijvoorbeeld met gembersiroop dat doet, dan wordt het al minder zout. En misschien een beetje aanlingen, maar dat zoutige, weet je, daar word je volgens mij ook helemaal horny van. Ja, ik vind het een goed idee, Pierre. Ja, dus en dan naam heb ik al, weet je, iets van niet hoe heet het beroemde drankje ook weer? Sex op de... Sex on the beach. On the beach was het. Nou, als jij nog een leuke naam Sex in the sea. Sex in the sea. Ja, mooi. En ik hoorde jou net buiten de uitzending ook iets vertellen over koken in zeewater. Dat een nieuwe trend is. Ja, dat is echt een nieuwe trend. Dat zie je vooral nu echt in de horeca ook. Dus je zeg maar vooral, ik doe het zelf ook. Vooral broccoli, hè, want ik ben verslaafd aan broccoli. Even neem je één deel, een half liter zeewater en een half liter water. Doe je de broccoli erin. En dan pepers. En dan geen zout, maar alleen peper. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Maar ga jij dan ook echt een dagje naar het strand en denk je, oh, even een pannetje zeewater meenemen? Nou, dat zou kunnen. Maar je kan tegenwoordig ook, je kan gewoon zeewater kopen tegenwoordig. Oh, jij gewoon in liters. En dat is dan een beetje gereinigd en zo. Ja, bijvoorbeeld zeewater van Oosterschelde. Ja. Dan kan je nog kiezen ook welke zee. Dat is ook wat leuk. Ja, dat is echt waar. Hè? Dat is geen... Oké, nou laten wij ondertussen, want is het pitje is gewoon net niet heet genoeg, of wel? Nou, volgens mij gebeurt er helemaal niks. Nou, we gaan even kijken of we nog eventjes ons creatieve gerecht van de Bounty en het gehakt nog even wat extra warmte moeten geven. Dat komt wel goed. En dan gaan we het zo even proeven op de radio. Heel benieuwd. Pierre is bezig met een heel creatief, origineel gerecht. Zijn idee, hij kwam hier binnen en hij zag de ingrediënten die we voor hem hadden gehaald. En hij zag daarnaast ook een bounty liggen. Die hoorde helemaal niet bij de ingrediënten. Maar hij denkt, nou, die wil ik er gewoon bij betrekken. Wij gaan een gehakt staaf met bounty erin gaan we maken. En met een beetje tomaatjes erbij. En een beetje paprika en een uitje en een dingetje. En iedereen hier staat nog steeds eigenlijk een beetje te kijken. Van, Pierre, hoe haal je het in je hoofd? Chocola met kokos en dat dan met gehakt. Maar het begint nou toch langzaam drukken. Durf je rosé gehakt te nemen? Want dan is hij klaar. Hij is hier gewoon maar rosé. Rosé is gewoon... Dat is toch goed, toch? Die gaat er niet dood aan. Nee, heerlijk. Ja, maar hij is volgens mij echt mooi, jongens. Volgens mij krijg je een stijf hartje van. Maar ben je zelf ook enthousiast? Ja, oh, kijk, hij is zo mooi. Oh! Ja, voor de duidelijkheid. Het ziet er echt uit als gewoon een gehakt staaf. Dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Maar er zit dus... Wij weten, omdat we hem gemaakt hebben zien worden... Er zit dus echt een bounty in. Ja. En niet één ook. Gewoon echt drie van die jongens zitten erin. Ja, hè? Het wordt hier ook echt heel mooi neergelegd op een bedje van tomaat, paprika en wat honing. Ja, maar hij is chef-kok natuurlijk. Ja. Chef-kok. Kijk, en dan doe ik het. En weet je helemaal waar je een stijf bladje van krijgt? Dat is de ui. Ik heb gewoon een ui met schil in vieren gehakt. Ja. En dan niet schillen, want dat kost allemaal tijd. En dan doe je dat zeg maar in het prutje, in het sapje, het levenssap van de gehaktgaren. Nou, dat is lekker. Ik ga het gelijk geven. Heel benieuwd. Met een uitje bij. Oké. Kijk. Oké, ik zou zeggen, wie als eerste? Nou, ik wil het sowieso proeven. Dus wat jij wil, Ivo, kijk nee, maar. Nee, de eerste komt jouw kant op. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Gehakt met bounty. Wauw. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Zo, het ziet er echt... Mag ik wel even een fotootje maken nog voordat we dit gaan opeten? Want het ziet er echt prachtig uit, hoor. Ik maak even een foto. Hoppatee. Maar nu het spannende moment, is het te hakkelen of niet? Nou, oké. Moet ik dan gewoon van het gehakt even een hapje nemen? Ja, van het gehakt. Vooral van de bounty gehakt. En gewoon eerlijk zeggen, ik denk dat het echt eng lekker is. Denk ik. Dat denk jij. Oké, nou ik ga serveer ondertussen de rest. Oh ja, natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat de uitslag wordt. Hij is nog een beetje rosé. Dankjewel. Nou... Ik heb nog nooit zoiets geproefd. Het is sowieso een smaaksensatie die helemaal nieuw is voor mij. Want je proeft inderdaad de kokos van de bounty en het vlees. Maar ik moet je zeggen, ik vind het niet vies. Ik heb het nog nooit geproefd, dus ik moet er een beetje aan wennen. Maar nu dat ik het zo een beetje op mijn inlaat werken, denk ik vind het eigenlijk best wel heel erg lekker. Je zou dooreten. Ja. Yes. Ah. Yes. Oh la la. Dat is echt kick. Ja, ik ben helemaal blij. Maar je had gelijk dat de combinatie van chocola en gehakt... Dat werkt nog best wel. Ja, dus als iemand nog een bounty en gehakt heeft, zou ik zeggen van... Ga gelijk aan de slag. Ga dat is hartstikke door. Lekker, Pierre. Ja, het is echt top. Wel. Het is echt gelukt, man. Ja, wat heerlijk. Ik ben blij. Met, en die tomaatjes ook goed, man.
En er zat ook een herinneringssausje bij. Ik hoorde jullie net over seks op de werkvloer. Ja. Dan, weet je wat? Dan gooi ik daar even een vlindertje heb ik uit een tomaat gesneden. Hey, trouwens, bij mij was het, als ik chef-kok ben, hè? Ja. En als bij mij dus de twee mensen, werknemers, dus de koelkast in gingen, nou, dan werden ze ontslagen, hoor. Echt waar, ja? Ik wilde één ding niet. Geen seks op de werkvloer. Nee? Waarom nu? Dat is even leuk, maar de volgende dag hebben ze ruzie. En dan is, bij jou is de werkvloer is ook de keuken, dus dat wordt ook smerig dan natuurlijk. Maar heb je trouwens ooit wel seks gehad in de koelkast? Heb je dat wel gehad? In de koelkast? Nee, wel van gedroomd. Nou, maar in zo'n loopkoelkast. Maar ja, daar heb ik van gedroomd. Ik heb een poosje bij een supermarkt gehad. Jij wel zeker, Pierre. En, ja. Hoe was het? Ja, nee, maar vertel door je supermarkt. Nou ja, ik werkte bij een supermarkt en er was een meisje werkte daar op de vleesafdeling. En ik liep daar altijd al 16-jarig puber over te fantaseren om hoe dat zou zijn dan in de koelkast. Ja. Ja, ik kan je garanderen, het is fantastisch. Hey Pierre, mag ik even een enorm applaus voor dit gerecht? We gaan het filmpje natuurlijk ook online zetten, maar wat je eigenlijk, even heel resume, wat je hebt gedaan is gewoon heel simpel. Je hebt een bounty in het gehakt gewikkeld en die gewoon langzaam laten garen. En dan op het gehakt een beetje azijn gedaan, om een beetje te compenseren. En een beetje, veel, als het goed is, proef je heel veel tabasco. Tabasco, hè? Heb je daar nog een stukje? Want we hebben inmiddels, is Hakim uit Utopia ook bij ons. Dus Hakim, kom er even bij, man. Je bent, die is inmiddels ook bij ons aangekomen. We gaan zo meteen gaan we uitgebreid praten over de hele Utopia-ervaring. Maar dit is topkok Pierre Wint, is dit? Ja. En Hakim die houdt ook wel van eten, want jij bent natuurlijk zelf ook wel culinair. Zou jij het willen proberen, de bounty gehakt staan? Ik ben wel benieuwd naar je mening. Ja, alleen zou ik zeggen, er moet een citroensaus bij. Hebben we nog iets van bestek voor, Hakim, jongens? Hier moet citroensaus bij. Ja? Ja, als ik hier een mooie boter, witte wijn, citroensaus bij doe. Oh la la. Je mag het uitspugen, hè? Als je het niet lekker vindt, ook gewoon zeggen. Maar ik denk dat je het echt lekker vindt. Het is gewoon net gemaakt, dus je gaat er niet dood aan. Het is heel apart. Ja. Dat is heerlijk. Ja, ja, is het lekker? Ja! Het is hier ontstaan, hè? Mooi. Ja, ik vind het te gek dat je even bij ons langs wilde komen. Ja. Wat moeten we de komende tijd in de gaten? Want je bent weer bezig om. Je bent natuurlijk met opnames en dingen. Gaan we je snel weer op tv zien en zo? Dat sowieso. Maar vooral zeg maar even gewoon wat leuk is wat me nu opkomt. Ikpas.nl. En dan vooral eind april in de gaten houden. Want er gaat wat gebeuren. Oh la la. En als dat zover is, kom je dan weer bij ons terug om ons even bij te kletsen? Ja, en dan misschien kunnen we dan naar de Snickers gaan. Nog een keer een heel groot studioapplaus voor Pierre Wint!